Ik ben Frank Peters, gemeenteraadslid voor Pro Hengelo. Wat heb ik met Stork? Nou, tijdens mijn studie Small Business en Retail Management heb ik een onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Hengelo. Hengelo bestond in dat jaar 200 jaar. Tijdens het onderzoek ben ik erachter gekomen wat de invloed is geweest van Stork op Hengelo als stad. De spoorlijn richting het westen, die was er niet zonder Stork. Wijk als het Tuindorp, de mooie wijk zoals die er nu ligt, is er gekomen dankzij Stork. En de kracht van Hengelo, de bedrijvigheid, de drukte en de industrie, die zijn er in mijn ogen dankzij Stork. Dus ik ben heel blij met dit project en ik hoop dat we als stad heel veel plezier gaan beleven aan de komende maanden rondom dit 150-jarige bestaan.